Dag allemaal. In deze tijden je geloof levendig houden vraagt een andere digitale inspanning. Je mist enerzijds de vieringen in de kerk, kapel of woon- en zorgcentrum, maar anderzijds kan je via de computer de bisschop elke dag beluisteren of de Eucharistie volgen vanuit de kathedraal of, laat ons zeggen, de Abdij van Averboden. Ondertussen balanceren wij tussen de tijd van Pasen en Pinksteren en we zitten opgesloten, net zoals de apostelen en de vrouwen, en zijn angstig voor de buitenwereld. Maar we lezen ook in de Handelingen 1, vers 12 tot 14, dat zij eensgezind volharden in gebed. En al zijn we fysiek gescheiden van elkaar, toch mogen we ons verbonden weten in ons gezamenlijk bidden om de kracht van de Heilige Geest. Mogen we ons door hem laten vaccineren door de liefde tegen de virus van de angst, de moedeloosheid en het ongeloof. Net als de discipelen die uit hun kot kwamen om de grote daden Gods te verkondigen, worden wij door diezelfde Heilige Geest uitgenodigd om in ons kot hem te verwachten. Wat een feest zal het zijn als we uit ons kot mogen komen, elkaar terug mogen ontmoeten en delen van de goede dingen die God ons toevertrouwd heeft. Dag beste mensen, blij om toch iets van mij te laten horen vanuit mijn kot, vanuit mijn quarantaine. Ik hoop dat het goed met jullie gaat nu jullie dit mogen horen. En ik zou iets willen delen met u over getuigen over de Heer Jezus Christus, zoals we dat in de Handelingen der Apostelen mogen lezen. Want in de Handelingen staat het vaak en duidelijk: de apostelen predikten en riepen op tot geloof in de Heer Jezus Christus. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus Christus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen tot geloof kwamen in de Heer. Dat lezen we in het 11e hoofdstuk van het boek Handelingen. Het waren kersverse bekeerlingen die het paasmysterie uitdroegen met de hulp van de Heilige Geest. Het gaat hier dus duidelijk niet om de handelingen der apostelen, maar om de handelingen van gewone gelovigen zoals u en ik, in de kracht van de Heilige Geest. En het is in de stilte van onze quarantaine dat de Heer ons uitnodigt. Wij als gewone mannen en vrouwen, gewone gelovigen uit de 21ste eeuw. Hij nodigt ons uit om uit al onze angsten ons aan hem toe te vertrouwen. En die angst, wat het ook mogen wezen, in te ruilen voor het vaccin van zijn vrede, zijn opstandingskracht, het vaccin van zijn hoop en van zijn liefde. En dan zullen we vol van die liefde, vol van genade en kracht, in staat zijn om niet alleen het goede nieuws te brengen, als dat van ons gevraagd wordt, maar het vooral ook te zijn voor de mensen met wie we dagelijks te maken hebben in onze quarantainetijd. En ik bid en ik wens u echt uit het diepst van mijn hart dat de Heer hierin u en mijn gids mag zijn, u en mijn krachtbron voor elke dag, voor elk moment, voor elke stap die we mogen zetten. Met een hartelijke groet vanuit mijn quarantaineplek in Geel. Het gaat jullie goed en hopelijk tot heel gauw.